Marine Le Pen, 49 jaar, is kandidaat van het nationalistische Front National. Ze is de dochter van partijoprichter Jean-Marie Le Pen. Die werd 15 jaar geleden tweede in de verkiezingen achter president Chirac. Als president wil Marine Le Pen stoppen met de euro en een referendum over de Europese Unie. Ze wil ook uit de NAVO en meer samenwerken met Rusland. Frankrijk moet minder migranten toelaten, per jaar maximaal 10.000. En Le Pen wil minder ruimte voor de islam. De pensioenleeftijd moet omlaag, naar 60 jaar. 5 jaar geleden deed Marine Le Pen ook mee. Toen werd ze derde.